stel, op een dag. Ik ga slapen en 's morgens word ik wakker. Totaal blind. Wat een verschrikking. Wil ik dan nog wel leven? Toen ik ben doof geboren. Toen ik ongeveer 6 jaar oud was, ben ik naar een speciale kleuterschool gegaan. Dat was een internaat voor doven. Op het internaat verliep eigenlijk alles normaal, totdat ik 14 jaar was. Maar toen werd door de arts vastgesteld dat ik Usher had. En dat was echt een keiharde klap in mijn gezicht. Ik wil niet denken hoe ik later blind zal worden. Ik wil niet weten hoe de toekomst eruit ziet. Ik wil veel plezier maken. Mick. Precies. Het is niet één ding, maar meerdere dingen die samen een chaos maken in mijn hoofd. Dat is het probleem. Ik heb ruzie met mijn moeder. Iedereen heeft wel eens moeilijk. En wij zitten allemaal wel eens met problemen. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. En ik had totaal geen ervaring met dit soort dingen. Ik had bepaalde gevoelens voor vrouwen. Ik durfde het niet aan mijn ouders te vertellen. Door het begin met haar over. Waarom niet? Het is eigenlijk snap dat je zoiets. Er is niks aan te doen. En oh, puinhoop. Ja, dan had ik liever gezien dat je gewoon normaal was als je aan de drie.